Welkom bij RTV Apeldoorn. U gaat kijken naar een compilatie van de Cantarel Internationale Vierdaagse van Apeldoorn. Van 9 tot en met 12 juli. Ja, was de Vierdaagse de 69ste editie. En volgend jaar natuurlijk 70. En dat wordt allemaal heel leuk. Heel veel activiteiten daaromheen. Ik zou zeggen, hou de site van de Vierdaagse Apeldoorn goed in de gaten. Dan blijft u helemaal op de hoogte. Maar goed, u kunt nu eerst even gaan kijken naar al die vier dagen die zijn geweest. En ook van de intocht. Apeldoorn voor de 20ste keer, vele jaren 40 gelopen en nu de laatste paar jaar 30. Maar ik ga vol plezier weer verder. En ik hoop hem uit te lopen vrijdag weer hier binnen te komen. Voor de wethouder het woord kreeg om 7:30 had Peter uit Sjoos Vlaanderen nog een speciale verrassing voor zijn vriendin. Ja, maar hij gaat steeds verder bukken. Lieve Pauline, zou je met mij willen trouwen? Jongen, wat is dat? Natuurlijk! Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik heb veel meegemaakt, maar dit nog nooit. Ja, Berkel en Rode Reis, Rotterdam. Alles open en bloot. Gooi maar uit, meid. Los. Ben je los? Ik ben los. Zeg, jullie zijn hier met een stel meiden. Wat gezellig. Ja, supergezellig. We zijn met een stel meiden van de Power Walk Club Lansingerland. Dat is Berkel en Rode Reis, dus inderdaad dicht bij Rotterdam. En dan lopen we verschillende groepen, lopen verschillende afstanden. Dus hier hebben we de 12 kilometer, de 20 en de 30 kilometer. En dat gaan we doen. Nou super, en lopen jullie de eerste keer in Apeldoorn? Voor mij is het de tweede keer. Voor jou is het de tweede keer. Nee, de keer. Geweldig. Ja. In Apeldoorn, hoe vind je het hier? Dat horen wij graag. We vinden het heel goed georganiseerd. Echt onder de indruk. Al die vrijwilligers, al die vriendelijke mensen. Maar wat een mooie omgeving. Kijk, wij hebben de zee en het strand. Dat hebben jullie niet. Maar jullie hebben hele mooie bossen. En echt, wow, geweldig. Dus gisteren was een hele mooie dag. Toen komen je aan met muziek. Nou, dat was echt heel mooi ontvangst. Dus de eerste dag was gewoon helemaal top. Waar zitten jullie? In een heel mooi herenhuis in Otterlo. Met alleen maar vrouwen. Oh, wat gezellig. Ja. En een huis kippenhok dan? Een huis kippenhok in een herenhuis. Hartstikke goed gedaan. Morgen ging om 6:00 de wekker en is gelijk kwik kwik. Ja, heerlijk. En het houdt niet op, hè? Het gaat maar door. Ja. Gelukkig heeft deze mevrouw een hele hoge pijn gehad. Ja. Goed laten drogen. Want dit is geen grapje hoor. Thank you.
mevrouw die vraagt net van waar kunnen wij jullie zien? Ja. Nou, je gaat naar het YouTube kanaal en dan tik je even in RTV Apeldoorn en dan kan je al die filmpjes zien van de Vierdaagse. Ja, we missen jullie zendtijd wel. Ja, nou, dat kan ik mij voorstellen. Maar ja, we zijn wel op YouTube te zien. Oh, gelukkig. Dus dan kan je lekker kijken. Nou. En hoeveel kilometer loop je? Wij lopen op de 20 kilometer. En vaker gelopen hier? De 43ste keer. Oh, echt? 43? Over de oude garde. Oh, wat geweldig. En dan heb je het in al die jaren ook wel zien veranderen hier. Nou, je mist gewoon de oude generatie mis je. Dat valt allemaal weg. En je ziet wel heel veel jongeren komen. Maar ja. Maar jongeren is ook goed dat die weer meedoen natuurlijk. Absoluut. Ja, ja. Maar je mist dus je oude wandelmaatjes. Je mist de oudjes een beetje. Ja, absoluut. Nou ja, ik zou zeggen, ik hoop toch dat je een hele leuke dag hebt. Je loopt met vriendinnen? Ik loop met twee vriendinnen, ja. Hartstikke leuk. Ja. Nou, ga kijken. YouTube kanaal, RTV Apeldoorn. En daar kan je jezelf zien vanavond. Top. Okay. Ik vind het geweldig. Ja, maar je doet het alleen? Ja. Ja. Ik neem een week vakantie er zelfs voor. Ja. Om hier te zijn, want er is echt niets leukers dan het werken met mensen, wat dan mijn eigen werk is. Ja. En deze mensen zijn, ja, ik vind ze geweldig. Ik vind ze dapper, ze wandelen, ze doen echt hartstikke hun best. En als ik dat kleine beetje kan doen voor ze. En plassen is natuurlijk belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ze komen allemaal, ze hebben geen keus. Veiligd worden. Er staan spullen van de Wandelbond, van Victoria Boys en van de ondernemers hier. En dat moet je toch een beetje in de gaten houden. Dus mijn vrouw en ik, wij wonen 300 meter die kant uit. Onze caravan staat 200 meter die kant uit. En gewoon s'avonds en s'nachts rondjes lopen. En, ja, je krijgt geen heimwee, je kan zo even naar huis. Dat is geen enkel probleem. Dat is een klein stukje lopen. Maar het is wel belangrijk dat de boel beveiligd wordt. Dat het ochtends weer kunt beginnen en dat de boel niet overhoop ligt. En dat de spullen... Is er wel eens wat gebeurd, Harry? Dat jullie in actie moesten komen? Ja. Dat is denk ik vorig jaar geweest. Dat rond een uur of 10 s'avonds kwamen een aantal jongelui. Die vonden het leuk om met scooters en brommers op ons hoofdveld te gaan crossen. Dat heeft niet lang geduurd. Goedemorgen, Berkel en Roderijs. Rotterdam, hoe is het? Ja, het is hartstikke goed. Het is de laatste dag vandaag van de Vierdaagse. Ja. Hoe vonden jullie tot nu toe? Ja, geweldig. Geweldig, we hebben genoten. Heb je nog dingen meegemaakt dat je zegt van dat wil ik even kwijt? Een heel, Nou, alleen maar heel mooi parcours, schitterende natuur en geweldige mensen. Thank you.
ik zei net al die mensen die zo hun best hebben gedaan deze week bij de Vierdaagse van Apeldoorn. U bent binnen, het is nog geen 12 uur. Hoeveel kilometer heeft u gelopen? Nu 20. Nu 20 en? In andere dagen 30. Oké, en hoe vond je het hier? Mooi. Ja, geweldige natuur hier ook. Hero. Je komt niet hero vandaan, Nietje. Uit Noord-Holland. Heb je vaker meegelopen? Nee, dit was mijn eerste keer. Oh, dan weet ik zeker dat je terugkomt. Ja, zeker weten. Ja, ook met die regen, hè? Gewoon terugkomen. Oh, maakt het uit. Nee, maar je bent lekker nat geworden, zeg. Ja, de beentjes. Ga even nieuwe sokken kopen. Ja. Want ik moet nog naar huis. Je moet nog naar huis. Je bent hier 4 dagen wel geweest of ben je steeds... Ja, maar mijn maatje die is helaas afgevallen. Dus die heeft me afgezet vanochtend. En toen ben ik gaan wandelen. En dan gaan we met de trein naar huis. Nou, ik vind het hartstikke knap dat je het toch door hebt gezet. Ja. Super. Ik zou zeggen, ga je medaille halen. Ja, en laat hem overal maar zien, hè? Ja, oké, zeker weten. Dank je wel. Een collega van me bij de voetbalvereniging, die maakte me hier op attent. En die zei, er zijn altijd wel weer wat masseurs nodig. Ja. Heb je zin om eens een keer mee te gaan? En dat heb ik gedaan. En zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Je bent hier niet meer weg te krijgen hier, hè? Nee. Nee, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, al deze jaren. Ja, maar je blijft het toch nog gewoon doen? Nou, langzamerhand krijg ik de leeftijd om niet meer zoveel uren achter elkaar te werken. Mag ik vragen hoe oud jij bent? Jij kan wel vragen, maar zeg je het ook? Jazeker. Ik ben 85 jaar. Nou, echt waar. Dat zou ik niet zeggen, Kees. Dat vind ik aardig. Ja, nee, dat meen ik echt. Maar heb jij wel zelf de Vierdaagse meegelopen? Nee, dit heb ik niet gedaan. Maar ik heb in de psychiatrie gewerkt, jaren. En daar had ik altijd in de zomermaand een wandelclub. Ja. En dan liepen we elke zaterdag 25 kilometer. Zo, hé, dat is niet niks. Dus het wandelen ben ik wel gewend. Nou, lekker man. Zeg, ik ga even naar jouw jongste collega, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Ja, dat is Frits. Frits, het is jouw eerste dag hier, hè, bij de Apeldoornse Vierdaagse. Want ik vroeg net ook al, hoe ben jij hier zo gekomen als masseur? Medische dienst. Nee. Ik heb afgelopen jaar de opleiding tot NGS-masseur gevolgd. In twee van de vrijwilligers hier waren mijn docenten. En die vroegen aan mij, vind je het leuk om in ieder geval mee te helpen met het massageteam bij de Apeldoornse Vierdaagse? En dat leek me wel interessant en leuk. NGS, waar staat het voor? NGS staat voor Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs. Okay. En jij bent helemaal klaar nu, alles is geregeld, je diploma's op zak? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben volledig, zoals ze deed, afgestudeerd. En... ik heb een NGS, een sportmasseurslicentie, waarmee ik dus in ieder geval een solide basis heb om mensen te kunnen behandelen. Ja, kijk eens aan, er komen ook mensen binnen met bossen, bloemen en zo. Hallo. Hallo. Zeg, op wie staan jullie te wachten? We hebben oma binnengehaald. Oké, die is al binnengehaald. Ja, die staat nu bij de medaille afmeldpost, ja. En hoeveel kilometer heeft oma gelopen? 20. Ja. En jij had niet zoiets van, ik ga met oma meelopen? Nou, vorig jaar hebben we wel 1 dag meegelopen. Maar ja, nu was het gewoon echt... Nee, ik kan dat niet aan. Ja, het school. Maar als je nou naar buiten kijkt, dan ben je denk ik ook wel blij dat je niet meegelopen bent vandaag. Nee, ik was liever thuis gebleven. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, maar gaat het goed met oma? Ja, oma doet het hartstikke goed. Ja. Oké. Heb jij hem wel eens gelopen? Ik heb Nijmegen gelopen. En vorig jaar dan 1 dag meegelopen. Ja, ik sta hier bij een aantal dames die hebben meegedaan. Jullie zijn van een wandelchallenge? Ja, van de diabetes challenge. Ja, van welke plaats? Den Haag. Den Haag. En hoe vond u het hier in Apeldoorn? Ja, geweldig. Dit is de 3e keer dat ik hier ben. 1 keer meegelopen, helemaal. En hoeveel kilometer? Toen ik begon met 20 en toen overgestapt naar 12. Oké. En u ook de eerste, u ook vaker gelopen? 2e keer dat wij lopen. Maar wij lopen niet de hele dingen door, hoor. Wij een stuk en dan vangen we hun op en dan gaan wij weer. Oké, nou hartstikke goed. En ja, jullie, hoe vond je? Ik vond het heerlijk, echt geweldig. Het is voor mij de 2e keer en ik ga het zeker nog jaren doen. Oké, super. Maar jullie lopen dus heel vaak dan met z'n allen, met de club? Ja, wij zijn wel lange afstandswandelaars en we zijn ook de trainers van de Diabetes Challenge. Dus wij hebben groepen in Den Haag die eigenlijk overgebleven zijn van de Nationale Diabetes Challenge, die 20 weken
En dan lopen wij de rest van het jaar met die mensen door. Nou, super zeg. Ja, want ik had er gisteren al met Joop over, de voorzitter van de club hier. Die zegt ook, ja, van wandelen, dan krijg je allemaal van die gelukshormonen, hè? Ervaren jullie dat ook? Zeker weten. Ik ben gelukkig geworden naar weg gaan lopen. Nou, kijk, allemaal dankzij de bossen van Apeldoorn. Dat is toch hartstikke leuk? Hartstikke, ja. Ja, we hebben een fantastisch arrangement. En we hebben het gewoon ook gezellig met z'n allen. Oké, en u bent ook heel gelukkig geworden hier. Ik ben zo gelukkig, zo gelukkig. Nou, hartstikke mooi. Je hebt de medaille al. Ik heb de medaille al. Hartstikke goed. Helemaal blij. Nou, ik ga even naar jullie coach, Bas van der Goor. Bas. Oh ja, dat is niet te veel eer, hoor. Dat is niet te veel eer. Dat is allemaal zelf. Ja, precies. Hé, hey Bas, maar jullie hebben dit bedacht, die challenge. Hoe lang is dat al? Hoe lang al geleden? Ja, dat doen we al bijna 10 jaar. De bedoeling is dat wij mensen met diabetes proberen in beweging te brengen. Dat doen wij eigenlijk samen met heel veel zorgverleners en buurtsportcoaches en praktijkondersteuners. Die wij proberen te helpen om mensen met diabetes in beweging te brengen. Maar ja, soms loopt het een beetje de hand. Dus wij proberen elke week een uurtje, 4, 5, soms 6, 7 kilometer. 20 weken lang, 1 keer in de week, om uiteindelijk 3 of 5 of 10 kilometer te kunnen wandelen. Maar ja, zoals je ziet. Loopt het soms uit de hand en dan lopen ze denk ik een aantal dagen 20 kilometer. Ze zijn gewoon niet meer te houden, Bas. Ze zijn echt niet meer te houden. Ze komen helemaal uit Den Haag hier naartoe om hier te genieten. Ja, jullie lopen, jullie morgen nog teruglopen. Hè? Dat is maar 150 kilometer, dus dat komt helemaal goed. Maar het is natuurlijk fantastisch om te zien dat wij mensen in beweging brengen. En dat er plezier ervaren wordt en dat ze dan zelf, want dit hebben ze helemaal zelf georganiseerd. Zeg maar doorgaan met wandelen. Ja, hartstikke goed. Je hebt net al gehoord dat iedereen gelukkig wordt van wandelen. Ja, dat is ook wel aan. Je kunt niet in beweging zijn en tegelijkertijd een beetje somber zijn, want je geniet van alles. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, een gezellige club ook jullie, geloof ik, hè, met z'n allen. We hebben hele leuke... Ja, jullie lachen wat af. En jij hebt je Bas van der Goor Foundation. Ja, ja. Als mensen nou zitten te kijken, die denken ik wil ook zoiets. Ja. De site even bekijken, denk ik. Zeker, Bas van der Goor Foundation of Nationale Diabetes Challenge. Hier in Apeldoorn zijn ook wandelgroepen waar je bij kunt aansluiten. Zoek ons even op. Als je mijn naam googelt, dan kom je vanzelf op het juiste plekje terecht. En dan is het hartstikke leuk om mee te doen. En is het niet dit jaar, dan wellicht volgend jaar. Geen excuus dat je het niet kan vinden, want dat is heel makkelijk. Nou, dames en Bas, vond het hartstikke leuk. Ik zou zeggen, kijk even in de camera hier. Doe even een yell. Heel leuk. Hey, hallo, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja, jij hebt een paraplu wel meegenomen, maar heb je niet veel aan gehad? Ik heb hem net opgehaald. Ja, nee, ik heb onderweg niet een poncho, hoor. Maar ze hadden net een paraplu meegenomen. Dus even droog kleren aan, nu de kaart inleveren en dan feestje vieren. Hey, heb je het naar je zin gehad? Ja, altijd. Ja. Voor de hoeveelste keer liep je mee? Hier nu voor de 12e keer. En Nijmegen doe ik volgende week voor de 25e keer. 25 keer? Oké. Hey, en je hebt alle 4 dagen gelopen hier, hè? Ja, ik loop altijd 4 dagen. Hoeveel kilometer? 40. 40. Nergens last van? Nee, geen blaar, helemaal niks. Nee. Oké. Dus volgend jaar zien we je gewoon weer. Ja, zeker. Ja, zeker weten. Ja, dames en heren, we staan nog steeds in de tent. Het regent nog steeds. Het komt echt met bakken uit de lucht. Maar goed, dat mag, hè. Want ik sta naast Joop Achterkam, de voorzitter van de Vierdaagse. En ja, het is altijd wel 1 dag. Ik zeg, dat mag regenen, moet eigenlijk niet. Maar 1 dag in Apeldoorn is toch wel vaak een beetje regen, hè? Het is vaker voorgekomen, laat ik dat vooropstellen. Maar de laatste dag is nooit leuk. Voor de wandelaars niet, voor de keteraars niet, eigenlijk voor niemand. Maar ik hoor ook wel weer de opmerking, je mag blijven in tijd de laatste dag hebt. In verband met de natte wandelschoenen. Als je 1 paar hebt, als je die aan het begin van de week helemaal nat hebt. Ja, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Ja, precies. Maar mensen blijven echt optimistisch, Joop. Geweldig en alles. En ze komen zingend binnen en hartstikke leuk. Kijk, zie je wel, er komt alweer... dat zijn bekende. Dat zijn een paar hele slimme. Ja, die zijn altijd verkleed, maar dit jaar niet. Nee, super. Nee, die wandelen zelf nu. Die wandelen zelf. Zeg, het is de 69ste keer, volgend jaar de 70ste. Daar gebeuren hele leuke activiteiten. Maar ja, ook niet zo leuk vind ik, want ik heb gehoord dat volgend jaar dat jij het dan voor het laatst gaat doen. Dat heb ik gehoord. Ah, hoe kom je hier? Ja, ik hoor. Helemaal goed gehoord, ja. Daar staan geen... Nee, jij zegt... Nee, ik... Ja, je zegt ik wil gewoon een keer stoppen. Het is nu dan volgend jaar nog. Ja, en dan... De gezondheid laat, dat weet je zelf van gisteren, waar ik mijn stem ook kwijt. En op een gegeven moment is het toch goed geweest. Qua leeftijd theoretisch zou het nog wel langer kunnen. Maar dan heb ik het lang genoeg gedaan. Hoeveel jaar heb je het volgend jaar dan gedaan? Bestuurlijk 50 jaar.
En vrijwilligers 55. Jeetje mina zeg, hey, dat is wel een lintje waar. 54 hè. Wat zeg jij? Nu 49 en 54. Ja, precies. Nou ja, maar zover, je mag er gewoon achter langs lopen hoor. Oh, nee, maar zover is het nog niet. Eerst vandaag de laatste dag van deze 69ste vierdaagse. Oh, ik dacht dat ik bloemen kreeg, maar ik krijg geen bloemen. Nee. En ja, je hebt natuurlijk nu nadeeltjes dat je alles nat hebt. En nu hopen we wel dat het wat buiten hangt, zoals de vlag en de beachvlaggen, dat dat morgen wel wat droog en dat we dat morgen wel met op kunnen ruimen. Maar je moet wel wat extra mensen hebben om het op te ruimen. Precies. Binnen kun je, dat lukt vandaag allemaal wel. Maar de rest, ja, partytent hebben we er nu gewoon 3 staan. Zijn allemaal nat. Ja, dat is heel vervelend. Maar Joop, we gaan even terugblikken afgelopen, nou ja, 4 dagen. Hoe heb jij het ervaren? Ja, zo positief. Beduidend meer wandelaars, bijna 300 vierdaagse lopers, meer ik min 297. En de daglopers zitten we volgens mij al bijna 2200. Dus dat is ook ruim 300 meer. Vandaag is natuurlijk een negatief iets, maar 71 na inschrijving. En normaal waren dat er ook ruim over de 200 geweest. Maar ja, heel logisch. Allemaal hartstikke positieve dingen. Nou, het zit erop. Deze vierdaagse. Mensen komen langzaamaan binnendruppelen. Ja, ik wil jullie bedanken voor alle goede zorgen. Voor ons, voor RTV Apeldoorn. En ik zeg gewoon Joop, tot volgend jaar. Ja, bedankt. Jullie ook hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay. Was hem. U zag een compilatie van de afgelopen 4 dagen hier in Apeldoorn. De Cantarel Internationale Vierdaagse. En ja, de inzog is in het water gevallen eigenlijk. Want ja, meestal filmen wij ook buiten al die mensen die binnenkomen. Maar dat hebben we nou gedaan hier in de tent. Daar hebben ze natuurlijk de medailles opgehaald. En met al die regencapes. Jammer, maar de stemming zit er echt goed in. Dat weet ik zeker. Wilt u volgend jaar meedoen met deze Vierdaagse? Dan kunt u even kijken op de vierdaagseapeldoorn.nl. Er staat heel veel info op. Hou ook de jubileumtocht in de gaten. Die is ook volgend jaar. Maar het komt er allemaal op te staan. Goed, bedankt voor het kijken. Vond het heel leuk om dit voor u te maken. Voor RTV Apeldoorn, het Vierdaagse Journaal. En ik zeg tot volgend jaar.